Hoi, wat leuk dat je kijkt naar de allerlaatste video op mijn verjaardag van Yara's Big Birthday Giveaways. Zoals je hebt meegekregen, geef ik elke dag die leidt naar mijn verjaardag een super tof, persoonlijk leuk cadeau weg. En je hebt nog tot 14 juni om mee te doen met alle giveaways. Voor mij is dit gewoon de dag dat ik echt feest ga vieren, maar voor jullie gaat het nog even door. Zoals je misschien hebt meegekregen, geef ik elke dag in de week die leidt naar mijn verjaardag een superleuk, persoonlijk, tof cadeau weg. En deze kon natuurlijk echt niet ontbreken, want als er iets een stempel heeft gedrukt op mijn afgelopen jaar, dan is het waarschijnlijk wel mijn nieuwe baan als hoofdredacteur bij Linda Meijden. Het is iets waar ik met heel veel passie en tijd en energie en liefde mee bezig ben. En het heeft me echt weer veel nieuwe inzichten gegeven. En ik werk met hele toffe, inspirerende, supergoede mensen. Dus ik moet wel zeggen dat dat een goede stap was. En ik vind het ook heel bijzonder om iets te maken waarvan ik gewoon weet dat jullie in de Albert Heijn of de ACO of whatever staan. Of op Schiphol. En iets vast hebben wat ik met een team heb gemaakt. En dat ook kopen. En dat vind ik zoiets bijzonders en bizars. Dat ik gewoon weet dat de meiden op het strand liggen of lekker op de bank met een tijdschriftje. Het nieuwe nummer is er eentje over jaloezie. Wat ik zo'n gekke emotie vind die we allemaal wel kennen en allemaal ook om anderen of juist heel erg dezelfde dingen voelen. Social media spelen daar natuurlijk ook een mega rol in. Dat is dit nummer met Dave Roelvink en Bella Hay op de cover. Ook een heel mooi eerlijk interview over allerlei onderwerpen waar je ze nog niet eerder over hebt gehoord. Hij is weer heerlijk. En omdat ik natuurlijk wil dat jullie hier net zo van genieten als ik, geef ik een jaarabonnement op de Linda Meijdenweg. Wat je moet doen is eigenlijk heel simpel. Volg me op YouTube en op Instagram en laat even een comment achter met wat je een leuk onderwerp zou vinden voor de volgende Linda Meijden. Ik neem jullie even mee door de hoogtepunten of misschien ook dieptepunten. In ieder geval punten van de afgelopen maanden sinds ik hier werk. Ben ik heel erg bezig geweest in mijn hoofd met iets heel erg spannends. En dat is namelijk dat ik gevraagd ben als hoofdredacteur van de Linda Meijden. Jullie reacties zijn ook zo fantastisch en zo overwhelming. Echt ongelooflijk. Het is mijn meest gelikte post ook meteen op Instagram. Op weg naar de Linda Meijden covershoot. Linda Meijden! Ik vind hem zo mooi. En mijn nieuwe editorial. Hier ben ik wel echt heel erg trots op, kan ik je vertellen. Ik sta op de set van de nieuwe Linda Meijden cover. En die heeft een heel tof self-made girl power gevoel. Het team vandaag. Ik denk dat ze wel met z'n 12 of zo zijn. Ik ben nu de proeven aan het nakijken. Wat betekent dat ik teksten heb gelezen, allemaal aanpassingen heb gedaan. Nu een staff meeting waarbij we met de producers en een aantal andere mensen uit het team. We hebben een team van ongeveer 15 zoiets. Dan hebben we het even over de ontwikkelingen. Dus hoe reageren mensen die we voor covershoots hebben gevraagd. Daar is Dorien, de chef. Hier ligt Linda en hieronder ligt een enorme stapel met leeswerk. Dit is net bezorgd en dit moet morgenochtend af zijn. Jordi is nu ondertussen helemaal verzeld geraakt in het verhaal van een meisje dat opeens een baby in het toilet kreeg. Onmogelijk. Hij gelooft dus niet dat dit kan. Dit waren ze alweer, de giveaways van deze super feestweek. Je kan natuurlijk nog een weekje meedoen met alle giveaways, dus vergeet zeker niet om ook de eerdere video's terug te kijken. Ik hoop dat je het leuk vond dat we jullie een beetje in de watten probeerden te leggen. Ik vond het zo leuk om dit allemaal te regelen en te organiseren en te plannen en leuke dingen uit te zoeken. Dus ik hoop dat je het ook leuk vond en misschien wel iets wint. En zoals je al weet inmiddels, voor elke giveaway geldt even abonneren op YouTube, Instagram en een comment achterlaten, zodat ik je kan vinden. Zondag staat er weer lekker een nieuwe vlog voor jullie klaar, dus ik hoop dat je die ook leuk vindt. En tot snel, doei!